dat Rocky een jaar gestudeerd heeft op de meme-school? Ik snap dat je daar als conciërge veel aan kunt hebben. En wist je dat meneer Klein een plaat gemaakt heeft? Klinkt het ergens naar? Precies zoals de titel doet vermoeden. En weet je wat nog veel gekker is? Opa Louie heeft een Elmo Plus profiel. Een gezellige gooster die graag vrienden met je wil worden. Ik ben totaal verschrompeld tot aan mijn 12-vingerige darm. Ah, hij stuurt ons een vriendenverzoekje. Online vrienden zijn met je opa is net zoiets als daten met je moeder. Maar hij heeft nul vrienden. Kijk nou naar dat bericht. Heeft er iemand zin in een potje squash? Niemand heeft geantwoord. Waarschijnlijk heeft hij tegen de muur gespeeld. Squash, het tennis van de eenzame ziel. Of kijk, hier staat, hoe maak je vrienden online? Hij wist niet dat het geen zoekregel was en typte daarna, sorry, geen idee wie dat was. Daarna heeft hij getypt, hoe heet iemand die je status voor de gein aanpast? En toen heeft hij met zijn hoofd op het toetsenbord geramd, dat er staat Hashimizabosa. Dit is zo triest. Nee, niet waar. Gas, verstop je tranen niet. Ik weet dat je medelijden met hem hebt. Nee, niet waar. Niet je gevoel onderdrukken. Ik voel geen medelijden. Echt niet. Ik weet dat je iets verbergt, want... Oké, het is gewoon... Juist, hiermee starten we de noodhulp voor opa Louie. Weet je wat we kunnen doen? We maken een neppersoon aan en melden die aan als vriend bij opa. En als jij zegt kunnen, bedoel je dat we dat zeker weten niet gaan doen? Nee, het is al gebeurd. Is opa Louie niet een beetje te oud voor denkbeeldige vriendjes? Voor hem zijn ze niet denkbeeldig. En bovendien staat leeftijd erbuiten. Je bent nooit te oud voor een denkbeeldige vriend. Ik hou van je, meneertjes Mikkel. Ik hou ook van jou. Huh? Oh, dit is gewoon een leugentje om bestwil. Maar waarom maak je er nou een vrouw van? Dat is hoe ik me eigenlijk voel. Oké, dan. Hoe heet ze? Muriel. Oh, opa Louie accepteert ons! En hij wil meer weten over Muriel. Waar zijn die jouwtjes druk mee? Ik hou van hypotheken en politiek. En ik rij rond in mijn auto met mijn rijbewijs. Oh, en je doet komkommer op je ogen. Ja, vertel me wat meer over jou. Leuk dat je het vraagt. Mijn verhaal begint maar liefst 87 jaar geleden, toen het leven er heel anders uitzag. Als klein jochie had ik nooit problemen met vrienden maken. Sterker nog, ik was zo geliefd dat ik op hun verjaardagsfeestjes werd uitgenodigd. En toen ze ouder werden, op alle bruiloften. Zelfs op alle huwelijksreizen, wat een beetje pijnlijk was. Ze waren zo gek op me dat ik door iedereen Griepje Louis werd genoemd. Naar de Spaanse griep die toen de tijd heel populair was. Zelfs alle dieren waren dol op me, behalve paarden, maar die heb ik nooit vertrouwd. Ze hebben van die lange gezichten en ze dragen een hanenkam. Ik was zo populair op school dat ik zelfs vrienden werd met de leraren. We hadden hele maffe koosnaapjes voor elkaar. Zoals meester Pen of meneer of soms zelfs per ongeluk pap. Toen ik ouder werd, werd mijn leven nog beter. Ik ontmoette Jojo en zij heeft mijn ogen geopend voor iets groters. Liefde. Alles aan haar had iets magisch. Haar volle lippen, haar golvende lokken. Haar bolle bibsje. Het spijt me, maar dat laatste beeld weiger ik te laten zien. Vaarwel, vrede wereld. Onze liefde was verslindend, onverzadigbaar. Onze harten, verteerd door honger, deden zich te goed aan elkaar. Als een stel schrokkende leeuwen. En dat ieder uur van iedere dag. Ik neem een desinfecterend bad. Goed idee, ik breng mijn hoofd naar de stomerij.